is er goed mee. Alles in orde? Die dame op kippenstaanwild kun je vergeten. Want avonturen bij is voor de Gromgrom Club vanaf nu. Gromgrom Club! Gromgrom Club! Geen motor bromt te hard, geen pub is te klein. Paw Patrol, de enige manier om die motorbandieten te stoppen is als motopubs. Kijk daar eens. Pups, een warm welkom voor de eerste kat bij de Paw Patrol. Wildcat, fantastisch! Ja! Wildcat! Dat is vast het clubhuis van de motopups. Nu geeft de Gromgrom Club een huisbrekend cadeautje. Ze rollen naar de kloof. Klaar, Wildcat? Miauw, superspeed boosters. Hey, trap op de rem, anders ga je lelijk vallen. Ja, het is gelukt. Vette move, Wildcat. Probeer nu zijn wiel te stoppen met je bol. Gaat me lukken. Bolbalwerper. Goed gedaan, Wildcat. Ik wist al dat je het kon. Fantastisch. Ja, heel vet. Wat een redding. Fun fact time. Marshall's dog breed is a Dalmatian, and Chase's dog breed is a German Shepherd. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups. Een baby-olifant en zijn vader zijn geschrokken van een hard geluid in de jungle. Wij moeten de baby snel uit de drijfstand halen voordat hij nog dieper zinkt. Dus voor deze missie wil ik Rubble. Rubble is aan de rol. En Rocky. Groen is gaan. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Rustig maar, jongen. De Paw Patrol is onderweg. Een stenen brug komt eraan. Wow, dat is best diep drijfzand. Zou dit werken? Goed idee, Rocky. Als steen niet werkt, maken we een brug van hout. Wow. Haak! Rol de haak op, Chase. Ruff! Haak! Rol op! Uh-oh, baby is groot. We moeten de wagen verzwaren. Bedankt, heel grote vriend. Rubble, leg die stam onder hem. Ik maak je los. Kijk goed waar je loopt. Goed gedaan, jongens. Graag gedaan, papa olifant. Niet vergeten, wanneer je een eng geluid hoort, blaf dan om hulp. Can you match the pups with their badge? Here we go with another pup-tastic rescue. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De Gromgrom Club heeft een mini-donutmaker van meneer Porter. Die moeten we weer terughalen. Dus voor deze missie selecteer ik Sky. Deze motopup gaat rijden en vliegen. En Rocky. Groen is gaan, moto gaan. Oké, Paw Patrol is niet te doen. Oeh, klinkt alsof het werkt. Hey, daar zijn ze, Ryder. En daar is de mini donutmaakmachine. Nu maakt hij mega donuts. Oei, dat is een grote donut. En hij rolt naar de Gromgrom Club. Wow! Snel naar de schuilplek.
Jongens, zijn jullie oké? Het kan wel slechter. Zie je? We moeten hem uitzetten. Snel! Maar hoe? De enige opening is dat kleine donutgat. Er is een heftige sprong nodig om daar te komen. Zijn je nou heftige sprong of fantastische sprong? Miauw! Rocky, de schans! Ik ga naar binnen! Maar we zitten nog steeds vast en we kunnen er niet uit. Wees daar maar niet zo zeker van. Ja, we eten onszelf weer uit. Oké, meneer Porter. Uw mini-donutmaker is weer klaar om te bakken. Woehoe! Meneer Porter, wanneer je een hulprondje nodig hebt, blaf dan om hulp. It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. First question, which member of Paw Patrol is a police officer? Rocky, Chase, Marshall, or Skye? It's Chase. Chase is a police officer. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De Gromgrom Club zit vast op Slinger tot Mesa met de tourbus van de burgemeester. En dus zijn de burgemeester en de toeristen gestrand. Dus voor deze missie selecteer ik Wildcat. Fantastisch! Ik ben klaar voor een wilde rit. En Rubble. Rubble is aan de motorrol. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oh, Ryder, ik ben zo blij dat je er bent. We komen helpen, burgemeester. Rubble, maak de weg vast vrij. Komt goed, Ryder. Miauw, superspeed boosters. Miauw, bolwerper. Oeh, een loopkoord. Ik heb altijd al over een koord willen lopen. Ik heb geen schijnheilige pups nodig die me redden en al helemaal geen kat. Hubcap, het is veiliger als... De Gromgrom Club doet niet aan veilig. Wildcat, we moeten die bus onder controle krijgen. Rubble doet zijn best om de weg op tijd vrij te krijgen. Ontkoppel, geitklauwen! Weer een motor minder. Ja! Hou je vast. Schiet op, Rubble. Ik ga iets anders proberen. Een schans. Rubble heeft een schans gemaakt. Wow! Woehoe! Ryder, Wildcat, Motopups, bedankt dat jullie ons gered hebben. Wanneer je bus wordt gekaapt door motorrijders, we laughed them om hulp. Fun fact time. Paw Patrol's team vehicle, the Paw Patroller, has 8 wheels. That's a lot of wheels. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Ik weet niet waarom, maar blijkbaar rijdt burgemeester Goodway hard door de stad met de Gromgrom Club. Chickaletta! Dat klinkt gevaarlijk. Dus voor deze missie selecteer ik Skye. Jij moet met je nieuwe motorvliegtuig op zoek naar burgemeester Goodway. Deze motopup gaat rijden en vliegen! Oké, Paw Patrol is niets te dol! Dus, mag ik nu bij jullie clubje? Als je echt bij onze club wil horen, moet je door de bol van staal. Dus, Batway, ga in de bal en laat zien hoe stoer je bent. Goed. Chickaletta, ben je klaar voor de rit? Ryder, de burgemeester zit op haar motor in een enorme stalen bal. Ik heb alle pootjes aan boord nodig om die bol tegen te houden. We komen eraan, Ryder. Oh.
kabel. Gebruik je schep om een heuvel op te werpen. Hubble is aan de motorrol. Het is gelukt. Alles oké, burgemeester Goodway? Ja hoor, Chicolette was een beetje duizelig. Ryder, ik kan jou, de Motopups en Wildcat niet genoeg bedanken dat jullie mij hebben gered van die hoge brug. Geen probleem, burgemeester. Wanneer je in de knel zit met de Gromgrom Club, belaf dan om hulp. Can you match the pups with their area? Ready for more, Paw? Another rescue in 3, 2, 1... Rider, meneer? De Gromgrom Club heeft de burgemeester uit zijn grot gegooid. En boven op een klif? Dat klopt, Rocky. Dus voor deze missie selecteer ik... Marshall. Ik ga vlammen! Motostijl! En Rubble. Rubble is aan de motorrol! Oké, Paw Patrol is niets te doen. We zijn er, burgemeester Handlinger. Marshall, help hem omlaag. Rubble, haal die steen weg. Gewoon kalm blijven, burgemeester. Dan bent u zo weer beneden. Oh, wat hebben ze gedaan? En ze hebben mijn katjes. We halen de katjes terug. Wildcat, kom snel naar Boerengat. Hey! Ik ben klaar voor een wilde rit. Jongen, hij is wel echt snel. Jap, rollen maar. Jullie zijn erbij. Zo is het wel weer genoeg geweest. Waar zijn de katjes? Daar beneden! Geen zorgen. Chase, Rocky. Chase zit er bovenop. Groen is gaaf. Ik ben er, Ryder. Ruff, zipline! Ik kan dit niet aanzien. Ontkoppel! Rocky, je krijgt een pakketje. Hebbes! Yes! Wanneer uw katjes vermist zijn, belaf daarom hulp. Sky, Rocky en Zuma are lost. Can you help us find them? Here we go with another pup-tastic rescue. Motopups, klaar voor actie, Ryder, meneer. Op Chase na dan. Daarom zijn we hier. We moeten onze teamgenoot zoeken. We vinden hem. Ryder, mag ik ook helpen? Natuurlijk, Wildcat. Met jouw motorrijkunsten kun je ons helpen met zoeken in de smalle canyonspleten. Dank je, Ryder. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Iedereen in orde? We zitten opgesloten. Haal ze weer uit. Dat wil ik best doen, maar dat lukt niet zonder de andere motopups. Ik hoor het alweer. Volgens mij komt het hier vandaan. Schep! Wildcat! Kom maar niet te dichtbij, hoor. Ik wil je niet weer laten niezen. Het is niet jouw schuld, Wildcat. We blijven gewoon vrienden. Die pups vinden zichzelf zo goed. Maar als je zoiets gaafs bouwt als dit, dan redden we onszelf. En kunnen we lekker herrie schoppen. Kijk! Chase, jij redt de piloot. Wildcat, jij redt de jet. Komt goed, Ryder. Jongens, ik heb wel iets voor je tegen het niezen. Hey, zonder te niezen. Ik heb een hypoallergene filter toegevoegd die de allergie tegenhoudt als je de helm op hebt. Dank je, Ryder.
Wanneer je niet voor problemen zorgt, dan achoo, je om hulp. Hold those paws. We've got another rescue coming right up. Klaar voor actie, Ryder, meneer. We hebben een missie in de bergen en we moeten snel zijn. Oma Otis de goudzoeker zit in een losgeslagen mijncar. We moeten hem redden en de car stoppen voordat hij ergens tegenaan botst. Dus voor deze missie wil ik Everest. Ik wil jou en je sneeuwkat. Gebruik je grijper en haal Otis uit de mijncar. Rubble. Het lijkt erop dat het karretje op de hut van Otis afrijdt. Jij moet met je bulldozer een grote bult zand maken om de kar tegen te houden. We zijn er bijna, Everest. Grijparm! De Paw Patrol! Uh-oh! Heb het! Goed gedaan, Everest. Oh, maar laat mijn klompje niet ontsnappen. Rubble, maak je klaar. Die mijnkar komt jouw kant op. Hier is alles klaar, Ryder. Hoop ik. Klompje? Uh-oh. Everest, de goudklomp rolt de heuvel weer af. Klompje, ze komt terug. En plet ons als we niet uit de weg gaan. Marshall, kom snel naar de rivieroever aan de voet van de bergen. Hou vast, Oma Otis. Het is gelukt, Ryder. Maar nu is die beverfamilie in gevaar. Opschieten, Marshall. Spuit met je waterkanonnen de grond voor de rivier nat. Dan stopt de klomp in de modder. Doe ik. Ik ben de Paw Patrol ontzettend dankbaar voor het redden van het meest dierbare en bijzondere. Die goudklomp daar. Nee, mijn nieuwe vriend Maatje en zijn bevergezin. Fun fact time. The mighty twins Tuck and Ella have some pretty mighty powers. One of them can shrink super small, and the other can grow super big. Verstoppertje spelen in de jungle is super leuk. Oh, wacht eens even. We hebben Marshall nog niet. Where is he? Marshall, gevonden! Wow, jij bent Marshall niet? Een pinguïn? Nou, die kom je in de jungle toch niet zo vaak tegen. Ik was er knuffelen. Hier, pinguïns, pinguïns, pinguïns. Kom nou. En wat doet die grote ijsberg daar nou? Ik denk dat de pinguïns hierheen zijn gedreven. Dat is een keurige conclusie, Paw Patrol. Kapitein Turbot? Deze pinguïns zijn ver van hun huis verwijderd. We moeten Ryder bellen. Hoi, Chase. Wat is er? Ryder, we zagen 3 pinguïns in de jungle. Maar nu zijn we ze kwijt. Geen pinguïn is te ver weg, geen pup is te klein. Rocky, ga naar kapitein Turbot en haal wat vis. En haal je katapult. Groen is gaan vissen. Kijk, kapitein Turbot had een heleboel vis. Top. Pak je katapult en gooi de vis zo dat de pinguïns naar kapitein Turbot lopen. Look at that, pinguïns. Het is etenstijd. Bedankt dat u de pinguïns terug naar huis brengt, kapitein Turbot. Ik heb vis om ze te voeren en de airconditioning beneden zorgt dat ze koel blijven totdat we terug zijn in hun koude klimaat. De mais is helemaal plukklaar. En daar is Chickaletto wel blij mee. Wat is dat? De plukmachine. Hiermee is het plukwerk zo gepiept. Dit is gewoon pluktastisch. Ik vraag me af of de plukmachine nog meer gewassen kan oogsten. Zou een boel tijd schelen. Ja, zoals boontjes en koolrapen. Oh, Chickaletto is dol op koolrapen. Oh, waar is mijn kleine taskippertje heen gegaan? Pluk, pluk. Oh! Oh nee. Wat gebeurt er met de plukmachine? Hij slaat op hol. En ik zie mijn kleine Chickaletto nergens meer. Dit vraagt om de Paw Patrol. Pluk, pluk.
Heb je Chicoletta al gevonden, Sky? Nog niet, Ryder, maar ik blijf zoeken. Kun je zien wat er mis is met de plukkerzine, Rocky? Huh? Goed nieuws, ik zie Chicoletta. Slecht nieuws, ze zit in de plukkerzine. Sky, we hebben Chicoletta. Ze zit in de plukkerzine. Ik ga meteen. Grijpers! Kijk, Chicoletta, wat dan? Wow, waar gaat de plukkerzine naartoe? Kom maar hier, Chicoletta. Ik ken iemand die zo blij zal zijn om jou weer te zien. Oh. Kijk eens, burgemeester. Ze is weer veilig terug. Oh, dank je, Sky. Je bent de beste. It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. Which villain stole all the shiny things in Adventure Bay? Mayor Humdinger, Sweetie the Cat, Harold Humdinger, or Ladybird? Do you know the answer? It's Ladybird. Ladybird stole all the shiny things in Adventure Bay. Ladybird, you are so clever and so gorgeous. I adore me almost as much as I adore shiny things. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups. De turbots zitten vast in de jungle. Oh nee! Ze probeerden te bellen, maar de telefoon viel uit. Dus we moeten gaan zoeken. Sky, jij moet met je kijkers en helikopter van bovenaf zoeken. Kapitein Turbot zei onder, dus misschien moeten ze ergens uitgegraven worden. Rubble, met je graafmachine. Paw Patrol is niets te dol. Ryder, ik heb iets gevonden. Er staat een busje bij de tempel. Mooi, die moet van de Turbot zijn. We komen eraan. Shh, listen up, luister. Dat is het geluid dat we eerder hoorden. En het komt vanuit de tempel. Dat klinkt echt helemaal niet goed. We moeten ze vinden. Snel. Volgens mij zitten de turbels achter deze muur. Maar hoe komen we er doorheen? Dit deel van de muur lijkt wel een deur. Daar kom ik met mijn schep denk ik wel tussen. Oh, Ryder, ben jij het echt? Ja, hou vol. We zijn er bijna. Oei, we zijn gered dan. Zo moet het lukken. Oké, iedereen meeduwen. Ja. Geratto, zo fijn om jullie te zien. Shh, is dat het enge geluid? Grote harige? Of grote slaperige? Hij is door het dak gevallen en toen begon hij van alles kapot te maken. We moeten gaan voordat hij ontwaakt. Hij mag niet bang worden. Bedankt, Paw Patrol, voor deze fotowaardige redding. Graag gedaan. Als je nog eens vastzit in een oude tempel met een grote aap, blaf dan om hulp. It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. What is the name of Mayor Goodway's chicken? George, Wendy, Chickapoo, or Chicoletta? It's Chicoletta. Mayor Goodway's chicken is Chicoletta. Hiya, Chicoletta. Follow me. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, pups. Burgemeester Humdinger heeft een speciale vuilniswagen, de troepdinger. En nu zit er een zeemeeuw in die op de omkeerknop heeft gedrukt. En nu gooit de wagen vuilnis door de hele stad. Dus voor deze missie wil ik... Ska! We gaan de lucht in! En Rocky. Groen is gaan. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Zelfs hier liggen nog een heleboel afvalblokken. Het komt wel goed. Met dit. Wat een mooie truck, Ryder. Kijk dit maar. Wow, dat is nog eens upcyclen. We verzamelen en veranderen. Ik zie de troepdinger. Waar
is hij? Net buiten de stad en op weg naar een brug. En hij gaat open! De brug is al open! Maar hoe komen we bij de wagen? Al die troepblokken blokkeren de weg. Upcycling is altijd een oplossing. Dit plan bevalt me wel, Rocky. En we zijn klaar. Nu pak ik die wagen. Hebbes! Woe! Fantastisch gedaan, Rocky. Oh, bedankt voor al jullie hulp, Paw Patrol. Graag gedaan, hoor. Als je wordt bekogeld door een troep dinger, we laf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Chase? Ben jij dat? Ja, Chicoletta en ik gingen slapen. En toen ik wakker werd, waren onze lichamen met elkaar verwisseld. Wauw, dat is best vreemd. Goed jullie te zien, Pups. En Kipje. Die sterke wind heeft de platvis de lucht ingeblazen tot aan de berg van Jake. Rocky, jij moet een trailer bouwen, dan brengen we de boot weer terug naar de baai. En Chase, jij moet met je haak de platvis op de trailer trekken. Paw Patrol is niets te dol. Waar zijn Chase en Chicoletta? Teamwork kost tijd, maar het komt wel. Dat denk ik ook, Chica. Ik bedoel Chase. Oké, Rocky, begin maar met de trailer. De trailer is klaar. Oké, Marshall, we hangen hem aan jouw wagen en trekken de boot zo naar de baai. Als die trailer zo botst, dan wordt de platvis een wrak. Pups! De trailer is losgeraakt en de platvis komt nu recht op jullie af. Snel, we moeten hem tegenhouden. Goed, we rijden voor de boot. Als ik nu zeg, moet je afremmen. Pap, pap. Nu. Pap. Ga zo door. Ga door. En... pap, pap. Oké. Ja. Is alles weer goed nu, kapitein? Oh, oh, oh. U nu ook al? Wally en ik wilden je zeggen dat het prettig is dat de platvis weer op zijn plek ligt. Bedankt, Paw Patrol. Huh? Oh, ik heb weer pootjes. Dat was een gekke droom. Hoi, Everest. Wat is er? Meneer Wingnut heeft een high-tech smart home systeem bij oma Otis geïnstalleerd. Nu zitten ze samen opgesloten. Ah! Dat klinkt niet goed. We komen eraan. Want geen hut is te slim, geen pup is te klein. Jee, ze zijn er! Marshall, breng je ladder daar naartoe. Doe ik. Woe, woe. Ladder! En Rocky, klim door dat raam naar binnen. Deze pup klimt hogerop. Klim naar binnen. Oeh, bedankt, oma Otis. Wow, wat is het hier warm. Waar is het bedieningspaneel? Eerder het niet te bedienen paneel. Ik verwijder het voorpaneel, zodat ik kan zien hoe die uitgaat. Woef, schroevendraaier. Pas op, ik heb de anti-uitzetoptie toegevoegd. Ik haal hem wel weg. Nee, wat? Vakantiemodus geactiveerd. Wow. We moeten met z'n allen die hut volgen. We moeten die hut tegenhouden. Kijk! Everest, gebruik je grijphaak om hem af te remmen. En grijphaak! Ik heb hem! Perfect! Trap nu op de rem. Top! En trekken! Vakantie heeft gehad. Het spijt me wel dat ik je hut bijna van een klif af had geüpgrade. Ach, heeft niet. Eerlijk gezegd vind ik het wel prima zonder al die chique gadgets. Bedankt dat jullie mij en mijn ouderwetse huis hebben gered, Paw Patrol.
Graag gedaan. Wanneer je hut iets te slim wordt, beloof dan om hulp. It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. What object gave Paw Patrol superpowers? A stinky sock, a shiny cup, a meteor, or a pencil? I wonder what it could be. It's a meteor. The mighty meteor gave Paw Patrol their superpower. Doen alsof mijn teen is gebroken is mijn allerbeste idee ooit. Haha, noem mij maar burgemeester Hans Slimmer. Welke knop? Maynard! Mevrouw Marjorie van Ryder. Geen zorgen, mevrouw Marjorie. Wij redden Maynard. Chase, zorg dat jij er eerder bent en stop de hamscooter met je net. Net! Oh, geen stinkdier, alsjeblieft niet. Ryder, het net heeft niet gewerkt. De burgemeester rijdt nu richting de rivier. Pups, haast je naar de rivier. Het is tijd om wat dieren te gaan redden. Een stinkdier, neem het stinkdier! Maynard, kom maar bij mij! Wat doet deze knop? Mooie vangst! Goed gedaan, Zuma! Goed gereden, Maynard! Oh, eindelijk! Vaste grond onder mijn voeten! Oh, vreugdedans, vreugdedans! Nou, dat is bijzonder snel genezen, hè? Au! Ryder, Pups, heel erg bedankt voor het redden van Maynard. En voor burgemeester Humdinger. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan, hoor. Wanneer je hamscooter kapot is, belaf dan om hulp. It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. Which pup says, don't lose it, reuse it? Rocky, Rubble, Sky, or Everest? Who says that? It's Rocky. Don't lose it, reuse it is said by Rocky. Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, Pups. De fruitkraam van meneer Porter is op de weg gerold. En hij komt daar niet meer weg. Maar die kraam hoort op de stoep te staan. Niet in het midden van de drukke weg. Inderdaad. Dus voor deze missie wil ik... Chase, jij moet met je megafoon en pylonen de auto's omleiden zodat wij naar meneer Porter kunnen. Chase zit er bovenop. En Rubble. Alleen jij kunt de kraam weer terug naast de weg zetten. Rubble is aan de rol. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Ik ben hier, Ryder. We komen eraan, meneer Porter. Chase. Ik ga al. Ruff, verkeerspilonnen. Ruff, megafoon. Attentie, volg de pilonnen en rijd deze kant op. Phew. Bedankt, Ryder. Graag gedaan, meneer Porter. Kan hij, Rubble? Hij kan! Ik raap deze maar snel op voordat ze in appelmoes veranderen. Appelmoes. Fun fact time. Marshall's dog breed is a Dalmatian. And Chase's dog breed is a German Shepherd. Wat is dat voor geluid? Geen idee!
drone. De afstandsbediening werkt nog steeds niet zo goed. Misschien als ik het signaal versterk. Oh, vet! Hij doet het weer! Ja, maar hoe? Wow! Oh, wow! Oh! Mijn sneeuwkat! Stop! Hij rijdt uit zichzelf! Een stuurloze sneeuwkat! De afstandsbediening werkt nu perfect! Hey! Dat voertuig is van Everest, maar waar is Everest? We zijn hier. En we zijn een beetje moe. Spring maar bij mij achterop, Jake. Stap in, Everest. Dank je. Kom mee allemaal, achter die sneeuwkat aan. Rubble, haal de sneeuwkat in en maak van de bladeren een bumper. Doe ik, Ryder. Bedankt voor de lift, Rubble. Geen probleem. Niet zo snel, sneeuwkat. Goed gedaan, Rubble. Sorry voor alle troep die mijn drone en ik hebben veroorzaakt. Dat geeft niet. En slaat je afstandsbediening op hol? Blaf dan om hulp. Can you match the pups with their badge? Here we go with another pup-tastic rescue. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Burgemeester Goodway zit vast in cement en er rolt een hamster rond genaamd Burgemeester Goodwhiskers. Een hamstermeester? We moeten de hamster en de mensenburgemeester redden voordat het te laat is. Dus voor deze missie wil ik... Rubble. Rubble is aan de rol. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oh, Paw Patrol, gelukkig. Kunnen jullie me loskrijgen? Geen zorgen, burgemeester. Rubble lost dit wel op. Sloophamer. Dank je, Rubble. Maar wat doen we met... Oh, burgemeester Goodwhiskers. Chase en ik vinden haar wel. Weet u waar ze heen is gerold? Ze ging die kant op. Oh nee, ze rolt naar het water. Ik red haar. Huh? Ik zie haar niet. Kijk, een babywalvis. Burgemeester Goodwhiskers zit op de walvis. Zuma, kom snel met je sub voor een hamstermissie. Ik duik in. Ik ben een Ryder, recht onder de walvisbuik. Mooi, wacht op mijn teken. Let op, Zuma. Nu. Oké, gast, het is kieteltijd. Pap, grijper. Kiele, kiele, kiele. Oh, daar komt ze. Vang haar, Rubble. Ik heb de... Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan, burgemeester. Wanneer je klasdier vermist wordt, beloof dat om hulp. It's time for Paw Patrol trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. First question. Which member of Paw Patrol is a police officer? Rocky, Chase, Marshall, or Skye? It's Chase. Chase is a police officer. Nu allemaal juichen voor de reddingskattenclub. Wanneer je ons nodig hebt, dan sis je om hulp. Die kattenclub. In de avonturenbij is hulp altijd welkom. Maak je niet druk, Chase. De Paw Patrol blijft altijd nummer 1 in het hart van de stad. Ha, maar niet als mijn knappe katjes de show blijven stelen. Bedankt, Ryder. Vreemd genoeg valt er allemaal eten op mijn terras. Ryder, er
Er staat een kitten op het dak eten te gooien. Dat is zeker weten geen kitten. Ik wist het. Burgemeester Hamdinger, u heeft al die nepreddingen gepland. Of niet soms? Katjes, kom mee. Tadaa! Weg, weg! Oh, ik kan niks zien. Stoute zeemeeuwen. Burgemeester Hamdinger, bent u gewond? Help me, katjes. Ik sis toch op jullie hulp. Ik denk dat ze even niet beschikbaar zijn. Sky, we hebben je reddingsharnas nodig. Ik kom eraan. Bedankt, Paw Patrol, voor het redden van mij en mijn kattenclub. Graag gedaan, burgemeester Hamdinger. Wanneer je ons nodig hebt, dan sis je om hulp. En als dat dan niet werkt, dan blaf je om hulp. Heel grappig. Fun fact time. Paw Patrol's team vehicle, the Paw Patroller, has 8 wheels. That's a lot of wheels. Welkom bij de avonturen bij Windsurf Race. En de winnaar krijgt een fantastische trofee. Op jullie plaatsen, klaar? Wow, de wind trekt aan. Misschien een beetje te veel. Kijk uit! Oh, te gek! Kijk, dit lijkt te meer. Hou vast, Chicoletta. Opzij! Yeah! Die vreemde superharde wind kwam zomaar opzetten. Wat gebeurt daar toch allemaal? Hey! Wow, we moeten ze helpen. Geen wind is te hard, geen pup is te klein. Zoomen, wat ben ik blij jou te zien. Hoi, Katie. Ik kom je weer onduizelig maken. Phew. Bedankt, Zuma. Paw Patrol, jullie zijn er. Hoi, burgemeester Goodway. We komen u helpen. Hou vast, burgemeester Goodway. Ryder, Rocky, bedankt voor het redden van mij en mijn kleine Chicky Wicky. Moet je zien, ik ben een duckserver. Cool. Rustig. Rustig. Nu! Van hoog! Ah! Wow! Oh, nee! Wow! Hebbes! Te gek! Supergoed gedaan, Sky. Dit is de meest wonderlijke wind die ooit heeft gewaaid. Ik vraag me af waar het vandaan komt. Can you match the pups with their area? Ready for more, Pa? Another rescue in 3, 2, 1... En hier is dan onze nieuwe koe. Oh, nee. Dat is omdat het geen melkkoe is. Het is een zeekoe. Een lamantijn. Ik ga haar Mindy noemen. Mindy de lamantijn. Ze is leuk, maar een boerderij is geen plek voor een zeekoe. Ze moet ergens zijn waar ze rond kan zwemmen en vrij kan zijn. Zeekoeien leven in het moeras. En hoe eerder Mindy daar is, hoe beter. Het moeras ligt recht achter deze heuvel. Oh nee, de kar! Rubble, je moet een blokkade bouwen om de kar tegen te houden. Doe ik, Ryder! Kijk uit! Met Mindy gaat alles goed. Oh, er zit een barst in het glas. Dan rijden we door naar het moeras. Zo snel mogelijk. Mindy, we zijn er. En geen minuut te vroeg. Laten we de tank wat dichter bij het water zetten. Ryder, dat wordt misschien iets lastiger dan je denkt. Sky, kom naar het moeras. Je moet een zeekoe vervoeren. Deze pup gaat vliegen!
Dag, Ryder. Chase, Mindy mag niet bij de krokodillen komen. Ik ben je al een stap voor, Ryder. Ruff, net! Sky, Rocky, and Zuma are lost. Can you help us find them? Here we go with another pup-tastic rescue. Hey, what is that maneuvering knot? The Vliegwerper 3000. A turbo-geladen automatic frisbee. Die zelf weer terugkomt als je hem weggooit. Nu zou die toch terug moeten komen? Stop die vliegwerper! Oh, wow! Wat was dat? Ik bel snel de Paw Patrol. Ik ben blij dat jullie er zijn, Ryder. Wij helpen u, meneer Porter. Marshall? Ladder! Phew! Bedankt, Marshall. Oh, maar mijn emmer is nog helemaal boven. Geen probleem. Ik pak hem wel. Huh? Oh! Niks aan de hand. Daar gaat de vliegende schotel. De vliegwerper heeft Kelly. Oké, wat doen we nu dan? We vragen de beste vanger in Avonturenbaai om te helpen. Wie? Robohond! Robohond, vang die schijf! Chase, je net! Ruff, net! Hold those paws. We've got another rescue coming right up. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn. Olivia de struisvogel is in nood. Alles komt goed met haar, want wij gaan haar helpen. Rubble, jij moet met je kraan de rots verplaatsen en Olivia bevrijden. Sky, jij kunt Olivia met je harnas uit de kloof tillen. Paw Patrol is niets te doen. Ryder, geen minuut te vroeg. Het komt wel goed, Oscar. Wij redden Olivia. Kraan! Hebbes, til maar op. Oké, Sky, pak je harnas. Volgens mij vindt Olivia dit niet zo leuk. Ik zet haar maar snel weer neer. Dan moeten we een andere manier bedenken om haar terug te brengen. Arme Olivia, haar voet doet pijn. Ze kan duidelijk niet teruglopen. Maar ik weet wat. Robohond, meld je. Je moet de Paw Patroller brengen, zodat we Olivia terug kunnen rijden. Daar is de Paw Patroller, Olivia. Robohond kan je terugbrengen. We brengen Olivia naar binnen. Wow! Ryder! Robohond, gebruik je jet om ze in te halen en haal ze terug. Stop! Stop! Bedankt, Robohond. Ah, zo fijn dat jullie onze struisvogelfamilie hebben gered. Geen probleem. Als je vogel er vandoor gaat, blaf dan hem hulp. Fun fact time! The mighty twins Tuck and Ella have some pretty mighty powers. One of them can shrink super small, and the other can grow super big. Kijk! A monster! Oh!
Wat in de wilde, wonderlijke wereld is dat? Het is geen diersoort die ik eerder heb gezien. Tijd om te gaan, Durval Danny. Het is Durval Danny X. En als ik een echte monster zie, is dat zo extreem. Extreem gevaarlijk. We gaan er vandoor. Waarom gaat die lift zo langzaam? Dat los ik wel op. Veel te snel en toen ging die stuk. Gelukkig zijn we hier boven ver van het monster vandaan. Wat voor monster? Het was groot en groen en ging toen het bos in daar. Ik bel de Paw Patrol. Louder! Hoi Alex, jij eerst. Yippie! Pas op Alex, niet. Alles goed. Bedankt, Ryder. Ik hoop dat ik het monster snel vind. Everest, zie je al iets in de bossen? Ryder, ik zie het monster. Het is burgemeester Goodway bedekt met groene modder. Maar ze kan niks zien en snowboard achteruit de heuvel af. Houd vol, burgemeester. Ik help u te stoppen. Oeh, joh. Burgemeester Goodway, gaat het wel? Oh. Ja, niet wel. Dankzij jou, Everest. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan, burgemeester Goodway. Voel je een beetje monsterlijk? Dan... je om help. Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. We moeten zijn verloren kaart vinden en zijn hoeverslee repareren, zodat de kerstman zijn kerstcadeaus uit kan delen. Waar is mijn kaart? Oh, nee. Dus voor deze missie wil ik... Spion Chase. Kerstspion Chase zit er bovenop. En Rocky. Groen is gaan. Naar de Noordpool. Oké, Paw Patrol zit in de kerstrol. Geen geluk. Rocky, probeer te ontdekken wat er mis is met de hoeverslee. Komt in orde. Nu moeten we die kaart terugvinden. Chase, probeer een geur op te pikken. Oké. Volgens mij ruik ik kaneel. Dat is van het kaneelbroodje dat ik at toen ik de kaart aan het bekijken was. Oh, dan zal de kaart ook naar kaneel ruiken. Zo te ruiken komt de geur daar vandaan. Ruff, drone! Hoe gaat het met de hoeverslee, Rocky? Het is een beetje lastig. Ik ken deze materialen niet, maar ik blijf het proberen. Mooi. Ryder, volgens mij zie ik een deel van de kaart in de kerstboom. Op dit deel staat avonturenbaai. Als de kerstman dit niet ziet, weet hij niet dat hij hier langs moet komen. Dan moet jij terug naar de Noordpool. Snel. Maar ik denk dat mijn hoeverslee het niet meer gaat doen. Geen zorgen. Jij kunt op een andere manier naar de Noordpool. Pup Dasher! Pup Dancer! Kerstman! Wacht! Ho, ho, ho! Wat is er aan de hand, Percy? Er mist een stuk van de kerstmisbezorgplattegrond. Avonturenbaai, natuurlijk! Die mogen niet overgeslagen worden. Bedankt, Percy. Eigenlijk moeten we Ryder en de Paw Patrol bedanken. Kerstman? Hij is het echt! Ja! Ja! Wat een brave pups. It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! Which villain stole all the shiny things in Adventure Bay? Mayor Humdinger, Sweetie the Cat, Harold Humdinger, or Ladybird? Do you know the answer? It's Ladybird! Ladybird stole all the shiny things in Adventure Bay. Ladybird, you are so clever and so gorgeous. I adore me almost as much as I adore shiny things. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups.
Meneer Porter had een onverwachte gast deze ochtend. Ze vond het zeker beren lekker ruiken. Maar eigenlijk moet die mama weer terug naar het bos. Hey, volgens mij is dat een katje van burgemeester Humdinger. Ik denk dat hij wil dat we hem volgen. En waar is burgemeester Humdinger? Misschien is hij in nood. Rocky, kom met me mee. Oh, help! Oké. Oh, rustig spelen. Burgemeester Humdinger, blijf kalm en ren nu niet weg, want de beer zal u... Achtervolgen? Dat had ik al ontdekt. Sky, ik heb je nodig. We gaan de lucht in. Ryder, ik ben er bijna. Hou je vast. Nog heel even. En... Hebbes! Oké, Rocky. En nu die taart. En kun je hem ook laten vliegen? Ik wist dat deze ballon van pas zou komen. Kijk, beertjes. Een taart met vliegende vaart. Een vliegend dessert. Dat is toch aanlokkelijk? Bedankt dat je me hebt gered. Geen probleem, burgemeester Humdinger. Wanneer je ons nodig hebt, blaf dan om hulp. It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. What is the name of Mayor Goodway's chicken? George, Wendy, Chickapoo, or Chickaletta? It's Chickaletta. Mayor Goodway's chicken is Chickaletta. Hiya, Chickaletta. Follow me. Welkom bij de avonturen bij grote bananenoptocht. Yay! Huh? Wow. Wat is het? Wat is dat? Iedereen kijkt naar me. Eindelijk. Ik zie geen burgemeester Humdingerballon op de lijst staan. Maar als goede buren kunnen we altijd plaats maken voor elkaar. Burgemeester Humdinger, neemt u alstublieft plaats achter in de rij. Meester Humdinger slingert door de lucht en jij moet hem redden. Groen is gaan. Wie dan ook, help een Humdinger alsjeblieft. Er zit een gat in zijn voet. Als je die dichtknijpt met je grijper gaat hij langzamer zodat de luchtpatroller erbij kan. Toevallig kan ik heel goed knijpen. Woep, grijper. Het gat zit dicht, Ryder. Super goed werk! Je kunt nu loslaten, Rocky. Oh, is de optocht al afgelopen? Oh. Het gaat nu pas beginnen. Haal hier je ballonsouvenir. Vrolijke grote ballonnenoptochtdag. Dit is de allerbeste! Optocht ooit! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer! Alex en meneer Porter zitten vast in een doolhof diep in de jungle. Gelukkig heeft Alex een kaart getekend die Mandy naar ons heeft gebracht. Tracker. Jij moet met je jeep en je supergehoor naar ze op zoek gaan. En Chase. Jij kunt met je drone de dichte jungle doorzoeken. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Ik geloof dat de olifant iets hoort. Motoren, het is de Paw Patrol. Help! Het moet dus iets harder. Misschien kan het olifantje helpen. Listen up, lad.
Luister, dat is vreemd. Ik hoor één baby-olifant en twee andere stemmen die doen alsof ze een olifant zijn. We moeten gaan kijken. Ja! Dit is het dolf! Denk je dat de pop voor onze olifantgroep heeft gehoord? Ik hoor Alex! Te gek! Erop af! Opa, dat is de droom van Chase! Gered! We zijn gered! Ah! Een lift geven? Kabels. Ryder, Pups, de babyolifant zit nog vast. Rubble, kom met je wagen naar het dorp. Rubble is aan de rol. Zal ik even wat wegslepen? Strand weer mooi schoon en veilig voor de schildpadden. Ze komen vandaag hun eieren leggen. En klaar! Attentie, schildpadden! Het afvalvrije eilegggebied is gereed. Afvalvrij, hè? Goed dan. We bezaaien dit strand met zoveel rommel dat de schildpadden niet willen komen. En dan zwemmen ze naar Boerengat toe. Er is nog maar één heel klein probleempje. Rocky, die pup kan sneller opruimen dan dat wij rommel kunnen maken. Dus moeten wij zorgen dat hij niet meer terugkomt. Huh? Troep in het water? Ik wil niet dat de schildpadden daar last van hebben. Ik moet het opruimen. Hop! Sleepboot! Raketpuptas ooit. Recyclen is top. Ik heb zelfs snoepjes gevonden. Die kan je nu niet meer eten, maar ze bruisen nog wel. Avonturenbaai, ik kom eraan. Groep is gaaf. Rocky, hoe kom jij nou weer hier? Katjes, dump het afval. Dat dacht ik niet. Volgens mij is dat van mij. Oké, Ryder. Ik heb mijn sleepboot terug. Opgelet. De schildpadden komen nu naar het strand. Goed nieuws en goed gedaan, Rocky. De schildpadden zijn er. Hip, hip. Sst. It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. What object gave Paw Patrol superpowers? A stinky sock, a shiny cup, a meteor, or a pencil? I wonder what it could be. It's a meteor. The mighty meteor gave Paw Patrol their superpowers. Zee Patrol, klaar voor actie, kapitein Ryder, meneer? François en kapitein Turbo zitten diep in de problemen, diep onder water. Oh! Wow! Walvissen zijn meestal relaxed. Dit heb ik er nog nooit eentje zien doen. Ik ook niet, Zuma. Ik vraag me af waar hij last van heeft. Maar eerst moeten we de Turbos helpen. Dus voor deze missie wil ik... Zuma, vaar naar de walvis om hem af te leiden van de duikerklok. En Rubble, gebruik je takel om de duikerklok recht te zetten. Hoera, daar is hulp! En de walvis is er ook. Zuma, probeer de walvis af te leiden. Hey walvis, speel je tikkertje? Pak me dan als je kan. Oké, Rubble, nu ben jij aan zet. Oh, bedankt Rubble, we zijn er weer bij. En nu omhoog. Hey, waar is de walvis nou? Daar ben je. Wat ben je aan het doen? Ryder, er is iets mis met walvis. Hij krabt steeds aan zijn mond. Kijk of je dichterbij kunt komen. Ryder,
zie ik het. Er zit iets vast tussen zijn tanden. Rocky, laten wij die grote tanden gaan poetsen. Oh, die arme gast heeft vast mega veel kiespijn. Deze walvis moet leren poetsen en flossen. Ik weet wat, Ryder. Het touw van je boei. Goed idee. Mondje open, maat. Het is gelukt. Goed werk, pups. En wanneer je mondproblemen hebt, blaf dan omhoog. Klopt als een kies. It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. Which pup says, don't lose it, reuse it? Rocky, Rubble, Sky, or Everest? Who says that? It's Rocky. Don't lose it, reuse it is said by Rocky. Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie zo snel zijn, pups. Toen de schoolbus vanochtend kwam, was Alex verdwenen. Oh nee! Oh nee toch? Maar wij gaan hem terugvinden. Voor deze missie wil ik... Sky. Jij kunt met je kijkers en helikopter naar Alex zoeken vanuit de lucht. We gaan de lucht in! Oké! Paw Patrol is niets te dol! Sky, al een teken van Alex? Help! Alex en zijn mini-patrol zijn op de platvis en die vaart wild in het rond! Oh nee, kapitein Turbot, Bunny en Piep zijn in het water gevallen! Ik kom eraan! Zuma, kom met je hovercraft naar de oceaan bij Zeehondeiland. Ik duik erin! Alex, maak je klaar om gered te worden! Ik kan de gebaksdoos niet heel lang meer omhoog houden. Ik help je, gast. Boei. Bedankt, Zuma. Je hebt de beestjes en de gebakjes voor een zoutwaterbad behoed. Welkom aan boord, kapitein Turbot. Dank je, Ryder, maar iemand moet de platvis tegenhouden voordat hij tegen Zeehondeiland botst. Pak het stuur, Zuma. Doe ik. Ik moet een epische sprong maken. Hovercraft, autopiloot. Goed, tijd om het schip te keren. Weg van Zeehondeneiland. Ja! Ja! Hoi, opa. Sorry dat ik wegging zonder iets te zeggen. Bedankt voor het redden van de cupcakes en de mini-patrol. Graag gedaan, Alex. Wanneer je ons nodig hebt, blaf. Dan hem help. Fun fact time. Marshall's dog breed is a Dalmatian, and Chase's dog breed is a German Shepherd. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Mooi, want we hebben een sneeuwgeval op Zomerzonneiland. Sneeuw? Op een tropisch eiland? Ja, meneer Porter en Alex zijn ingesneeuwd in de bergen. We moeten ze vinden en redden. Robohond, haal eerst de sneeuwkat op en vlieg naar Zomerzonneiland. Wat een mooie sneeuwschoenen, opa. Wat gaan we nu spelen? Het spel heet Glij terug naar het strand. Dat is een open plek. De Paw Patrol kan ons daar snel vinden. Oké, ik eerst. Wow! Kijk, opa! Pas op, Alex! Kijk, krokodil! Alex, we moeten langzamer gaan! Ik denk niet dat ik dat kan, maar het is wel leuk! We glijden naar een klif! Inzoomvizier! Ryder, ik zie Alex en meneer Porter van de berg afgaan. Maar het lijkt erop dat ze recht op een klif afglijden. Everest, ga met je sneeuwkat naar de voet van die klif en maak een groot sneeuwkussen. Snel! Komt goed! Bijna zacht en net op tijd. Ja! Alex, meneer Porter, alles in orde? Dat was leuk!
de luchtpatroller. Daar is het warm. Dit is de beste winterkampeertocht ooit. Dankzij jou en de Paw Patrol, Ryder. Graag gedaan, hoor. Wanneer je vreemd weer hebt, blaf dan om hulp. Can you match the pups with their badge? Here we go with another pup-tastic rescue. Hoi, burgemeester. Doodgeval, doodgeval. Het standbeeld van Chicoletta is verdwenen. De Paw Patrol komt zo snel mogelijk. Het zou helpen als we wisten welke kant de dieven op zijn gegaan. Chase, kijk of je iets ziet met je warmtesensorbril. Ryder, ik heb iets gevonden. Maar het stopt bij die deksel. Chase, stuur je drone en kijk of je iets ziet in het ondergrondse tunnelsysteem. Ha! Lanceer! Daar is het standbeeld. Kijk! Maar waarom beweegt het? Burgemeester Handlinger, had ik kunnen weten. Ik had volgens mij de Paw Patrol niet uitgenodigd op mijn standbeeldstilfeestje. Burgemeester Handlinger heeft de camera van de drone gebroken. Dan moeten we dus snel iets anders verzinnen. Yo, rijde gast! Burgemeester Handlinger heeft het standbeeld van Chicoletta en probeert te ontsnappen via de tunnels van Avonturenbaai. Kom met je hovercraft naar de watertunnel. Rijde, kijk! Het is tijd om in bad te gaan. Wacht, de stroming is te sterk. Dat voert ons mee en dan eindigen we ver in de baai. Deze tunnel brengt ons direct naar Boerengat toe. Een krokodil! Kindertransporter, keer om! Chase, Sky, ik heb jullie hulp nodig voor een grote vangactie. Verlaat de kindertransporter! Net! Vernederend. Goed werk, Paw Patrol. Poets ook goed achter haar vleugels. Je hebt ze werkelijk vies gemaakt. It's time for Paw Patrol trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. First question. Which member of Paw Patrol is a police officer? Rocky, Chase, Marshall, or Skye? It's Chase. Chase is a police officer. Paw Patrol! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups. De fruitkraam van meneer Porter is op de weg gerold. En hij komt daar niet meer weg. Maar die kraam hoort op de stoep te staan. Niet in het midden van de drukke weg. Inderdaad. Dus voor deze missie wil ik... Chase, jij moet met je megafoon en pylonen de auto's omleiden... zodat wij naar meneer Porter kunnen. Chase zit er bovenop. En Rubbles. Alleen jij kunt de kraan weer terug naast de weg zetten. Rubbles is aan de rol. Oké, Paw Patrol is niets te dol. We komen eraan, meneer Porter. Chase. Ik ga al. Rap, verkeerspilonnen. Rap, megafoon. Attentie, volg de pilonnen en rijd deze kant op. Phew. Bedankt, Ryder. Graag gedaan, meneer Porter. Kan hij, Rubble? Hij kan. In appelmoes veranderen. Appelmoes. Fun fact time. Paw Patrol's team vehicle, the Paw Patroller, has 8 wheels. That's a lot of wheels. Hoi, burgemeester Goodway. Wat is er? Danny vliegt in een vogelkostuum rond. Heel hoog, Ryder. En hij is opgetild door adelaars en ze hebben hem meegenomen.
Als Danny zijn helm nog op heeft, zendt hij misschien nu nog livebeelden uit. Even kijken. Dit is Durf van Royx, tijdens een van zijn meest extreme luchtavonturen ooit. We moeten hem snel redden. Geen vogel is te groot, geen pup is te klein. Dat was een epische landing. Oh, ik snap het. Stuntfans, de meest extreme, gevederde vlieginstructeurs proberen Durf van Royx te leren vliegen. Sorry, grote vogeltjes. Maar het lukt me niet. Wow, bedankt voor de hulp. Hey, ik kan vliegen. Danny denkt dat hij vliegt, maar eigenlijk stuit hij alleen. We moeten hem waarschuwen, maar hij hoort ons niet. Oh, wacht eens. Chase, met jouw drone brengen we de walkie-talkie naar Danny. Drone! Hey, dronebezorging komt er nu aan. Cool, het regent ineens walkie-talkies. Kan dit ook later? Ik zit midden in wat vlieglessen. Danny, sta stil totdat we je gered hebben. Laat die lessen maar zitten. Help! Wow, kom op vleugels. Vliegen! Laat het vliegwerk maar aan mij over. Bedankt voor de vliegende redding, Paw Patrol. Graag gedaan, hoor. Heb je extreme vlieghulp nodig? Blaf dan om hulp.